die rond. Maar Frans moet hij ook niet meer terug. Hè. Ik dacht, ja, dan zet ik me die rond. En ik kon dat ik ook een stekje moest uit. Maar ja, ik kon niet. Ja, hol moest uit. Ik dacht, ja, want dan kan ik heel veel zanden onderhouden. Dus ik hoorde wat van een lees op Capelle. Op Capelle was er toen ook een soort vereniging. Toen vereniging die afkweken. En die leverden dat daar zo overal op aan de voedselbank. En dat verdorie. Dus ik had dat opgezocht, voedselbank gezocht. En ja, hoe zat erin? Dus ik dacht, ja, verdorie, die bel ik op of ik doe een mailtje. Dus ik had een mailtje naar de voedselbank. En u te lijkt wat dat erom ging. En of was er van particulieren op. Wat overname. Hij zei graag. Hij zei, nou, je kom op een middag eens praten. Ik heb mijn vrouw meegenomen, ik ben in Hoezerij. En dan heb ik een hele middag gezeten, of een hele middag, maar dan koffie gedronken, maar rondgekeken. Ik heb een beetje uit te leiden gekregen hoe dat werkt. Ik zeg, daar heb ik mee begonnen, dat vind ik leuk. Ik doe wat voor naar, ik ben zelf buiten. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Op een gegeven moment is het een passie geworden. Ik kreeg op een gegeven moment een plan in mijn hoofd. Want ik dacht, ja, allemaal onderhouden, gewoon parkjes met die gewoon parkjes. Ja, er zit zoveel onderhoud dan. Ik dacht, verdorie. Hey, en ja, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik doe? Ik kon plannen met doen voor die planten, om bakken te maken. Ik dacht, ik kan beginnen. Dus ik heb voor 400 euro auto gekocht. En ik ben begonnen. En ik had de helft toen in voor elkaar gekregen. Om die bakken te maken en de houtsnippers erop. Die houtsnippers heb ik her en daar. Bij die boom die als ze dan buiten op die dikke snoeien, dat is een hele. En zag je zo'n aanvuld. Dus ja, toen op de helft al klaar. Toen kon ik op een gegeven moment ook een kastje krijgen van iemand. Ik kon thuis ook zelf aan een kastje letten, of een zet dan zelf. Maar toen kon ik er nog eentje krijgen, toch? Daar zat ik er ook op. En ja, toen namen zij van, zei maar van de voedselbank, wat dat er het meest nodig is. En dat is uiteindelijk ja, de hangbare groentes. Hey, slee, andivie, komkommers, tomaten, radijs, dat krijgen ze binnen nooit. Hey, of tenminste, niet vee. Dus ja, de hangbare meter, de hangbare dingen, slee en zo, ja, daar hebben er 50, 60, 70 glieken mee. En dat is meer andivie ook zo. En komkommers, ja, daar heb ik ook 10 of 15 planten van. Dus ja, die vliegen er ook naartoe. Courgette, dat is ook een goed lopend iets. En dan die radijzen, dat is ook helemaal. Maar ja, daar heb ik ook weer veel werk aan, boontjes op. Hey, boeren, daar steek ik mijn meeste tijd in, want ik ben 2 uur, als de boeren in het seizoen zetten, dan ben ik 2 uur aan het trokken. Dus ja, daar steek ik veel tijd in. En de rest, ja, dat is eigenlijk, ja, van gaande wijze is dat ook maar beter geworden. En ook maar leuker, en ik krijg er ook maar meer zin in. En ik ben graag buiten, maar wat ik achter de geraniums doe, daar heb ik wat voor zin in. Dus ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus toen dacht ik van, waardoor ik had dat wel zo wat van de Dorpsstraat. Dat toen, ja, een en een andere mevrouw, ja, ik weet niet meer hoe ze heet, want ze houdt niet zagen. En dat die dan mijn huis zou beginnen, want ja, goed, ik ben, ja, ik kan goed mijn huis opzien, denk ik van mezelf. Dus nog god, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om die huis wat bij te leren. Hé joh, gewoon een beetje in de natuur uitkijken waar je niet van denkt. Van, ik bedoel, maar ze komen in de winkel en ja, een kroppen slee legt er aan, een komkommer legt er. Maar hoe wat boven water komt, ik bedoel, maar dat weten ze dan nog niet. Dus ja, zo heb ik dat plan eigenlijk gedaan toen. Ik weet niet meer aan wie ik dat toen aan het auto van die ik geloof ook aan de Dorpsstraat. Aan auto had ik dat toen een vrouw, ja, dat was denk ik bij een vergadering of tien of daar of een ontmoeting of zo. En die zei, god, dat zou leuk wezen, hé, want toen was een mevrouw gehad, die wou dat ook, maar dat is niet van de kanten komen. Zei, dat zou ik ook graag willen. Dus ja, zo is dat ook weer gelopen. De scholencontact en ja, die vonden het ook leuk. Dus ja, toen aan mij te lijkt van kijk, dat hebben we hun, dat doen we soms, dat is middags bij ze vrij, dan komen ze om 1 uur bij min. Toen half drie uur, soms wat vroeger, want ja, ze kregen dan ieder een eigen bakje. En als ze dat onderhalen, dan ben ze klaar en dan helpen ze bij min. Dus, ik hoor er opgemaakt van. En dat heb ik nog, hè, want ik vind het nog leuk, nu wakker dan 14. En dat gaat dan in 2 groepjes, dat vind ik ook weer leuk, van ja, 14 en Lieke, dat is niet om te doen. En ja, zodoende heb ik mijn plan eigenlijk verwezenlijkt. Hey, ik wou die kast graden via die roten. Om wat langer deur te kunnen heen en ook eens wat ja, aparte dingen erin te maken. Hey, of in te kweken. Nou ja, en iedereen aan meewerkt. Want ik had nu, ja, maar nu een team eigenlijk van 4. Maar ja, die mevrouw die had erbij zit.
Die, ja, die heeft twee kindjes en die is maar alleen. En ja, die heeft weinig tijd om te komen. En ze scheert trein een beetje als ze te weinig komt. Dus ik zei, kom eerst maar eens toe terug. En die er werk was er wat. Of het een of het ander. Dus ik zeg ook, kom eerst maar eens toe terug. En je zei ook, we betelen de zeden en al, dat betelen we niet zijn rol. Dus die doet ook gewoon mee. Dus ze komt ook gewoon. Of ze mag ook gewoon om groen te komen. Maar ja, dat durft ze misschien nog niet. Maar dan breng ik het zelf. Ik had hoe zei van, wacht maar. Ik zou zelf wel wat brengen. Als je dat niet durft, of tenminste, dan kom ik zelf wel wat brengen. Want jij had zo goed beteeld. En als je zelf wat, ja, wat drukheid aan het zetten is wat tegen. Ik bedoel, maar die houden me gewoon weer. Dat hebben we ook afgesproken. Dus ja, voor de rest, Adrie, ja, dat is een gauw wat dat betreft. Want ja, ik moet hem tegenhouden, want anders zou ik niet al tegen hier lopen, weer zo spreken. Nou, en Stefan, die is jonger. En ja, die werkt nog gewoon. En die heeft zijn werk. De kans dat nog wel eens overwaren moet. En dat er. Net als een paar weken terug was er een monteur zie. En ja, dat kan niet weg. Dan hebben we het zo over, maar gewoon een, ja, een soort afspraak. Stefan die doet bedroogde spuitenservice. Daar hebben we niet naar te kijken. Als het niet kan bellen, dan doen we een van ons tweeën. En ons tweeën, ja, we spreken gewoon elkaar. En we zijn gewoon overdag hier, in ieder geval een paar uurtjes. Binnen elke dag. Donderdag dan is het meestal mijn vrije dag. Of tenminste mijn vrije dag, maar dan doe ik. In ieder geval wat minder. Dan ga ik smiddags biljarten, want dat doe ik ook graag. En dan, ja, voor de rest spreken we gewoon met elkaar af. En dan jij, ja, de tegels en al, dat heb ik nog wel eerder gedaan. Want hij zei ook met mijn neupen natuurlijk, van ja, dat moet je niet meer doen, dat doe ik. Dus daar heb ik niet naar gekeken. Jij een plannetje maakt, dan je het gewoon in orde maakt. Dus dat is gewoon leuk. En we kunnen ook met elkaar opschieten. Maar ja, een potje, om de buttons kopen we dan limonade of een biertje of die en dat. En we zitten hier ook wel eens gezellig te kletsen natuurlijk. Zomaar weer een glaasje bier aan de sigaretje en een pot hoeren. En dan komt de buur nog eens kijken. Dus ja, dat is gewoon leuk. En hoe heb ik het zo voor elkaar? Dus ik heb mijn plan binnen klaar. En ja, dan kunnen we wat meer op gemak. Dan is het toch in orde.